waarom heb ik borstkanker? Ja, als we dat wisten. Denk jij, heb ik nog kanker? Er is een kans dat daar nog cellen zitten. En het is een hele reële kans. Een reële kans, zeg ja. jij? Ja. Ik heb geen vertrouwen meer. Waarom niet? Gewoon in mijn lichaam niet. Maar ook niet in het ziekenhuis en alles wat er nu gebeurd is. Zo ziet het eruit. Dit gebied hier, dit witte gebied, dat is de tumor. Ik herken mij als mens wel in een kankercel. Ja, dat is interessant. Ja. Wauw, wat goed! Kijk, mijn achterkant. Oh joh, het groeit echt waanzinnig. Ja, ik zie het, de achterkant is zwart. Wat nog fors pijn doet bij jou, dat is dit. Dit, hè? Ja. Ah. Ik kan ook niet zo doorlopen. Nee. Altijd wel groepen, ja, 10 jaar hormoontherapie, maar ik heb eigenlijk me niet goed gerealiseerd. Dat het je echt postmenopausaal maakt, voor je gevoel. Het is een chemische castratie. Echt serieus. Ik weet niet, echt werkelijk niet wat me overkomt. Hebben jullie heel erg last van mij? Ja. Ik ga 10 jaar aan de hormoontherapie om 5% meer kans te hebben dat ik leef. Dat je, ja precies.